De eerste goal die ging er makkelijk in. Kun je ons daar even mee naartoe nemen? Ja, Gordo schiet hem op de blauwe lijn. Die schiet hem gewoon goed erin. De scheidsrechter zag gelukkig al dat hij de achterkant van het net had geraakt. En Korthuis die stond weer in zijn kantoortje voor het goal. En die tikte hem voor de zekerheid nog een keer erin. Maar de scheids had hem al gezien. Dus Gordon scoort gewoon heel mooi vanaf de blauwe lijn. Ja, dan lijkt het eigenlijk heel makkelijk te gaan worden. En dan is er heel lang geen doelpunt. Terwijl jullie in de tweede enorm overwicht hebben. Kun je dat eventjes vanuit jouw optiek beschrijven? Nou, je wil het zelfs zeggen, we het overweg, we waren ook veel beter. Alleen ja, een keeper stond fantastisch te keepen. Als ze niet erin gaan, gaan ze niet erin. En ja, dat is altijd als jij niet scoort, dan scoren hun wel op een of andere manier. En ja, dat gebeurde helaas ook. Dan lijkt het alsof het een makkie gaat worden. En dan? Inderdaad, en dan valt de 1-1. En ja, dan krijgen we toch even lastig nog. Dan komen zij drukken. En nou ja, gelukkig schieten we dan die 2-1 binnen. Dan denk je, nou, nu krijgen we wat meer rust. En, maar ja, het tegenovergestelde gebeurde. Ze maakten weer vrij snel de 2-2. En uiteindelijk is het toch een hectische wedstrijd geworden. En wat is het dan dat er opeens in zo'n derde periode opeens dat erg helemaal losbarst? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Nou ja, wij maken die 2-1 dan natuurlijk. En dan moeten zij komen. Wij gaan een beetje iets meer naar achteren, een beetje iets meer rust proberen te nemen. En dat pakt verkeerd uit. Ja, en toen moesten wij weer natuurlijk, wij spelen thuis. Dus ja, zo was het eigenlijk altijd een kat-en-muisspel. En wat uitmondde in een fantastische wedstrijd, denk ik. Kreeg je een beetje Spaans benauwd toen het, want dat gebeurt al vaker op zo'n moment? Nee, ons team is heel ervaren. We hebben de oudere jongens, die hebben zoveel meegemaakt en de jonge jongens leren er heel veel van. Dus Spaans benauwd, nee, dat krijgen we niet. We weten gewoon als we hockeyen dat we een goed team zijn. En dat proberen we ook 60 minuten te doen. En als we dat blijven doen, dan weten we dat het goed komt. Wat vond jij de mooiste goal van de wedstrijd? Ja, ik denk toch echt wel dat Marco P. Met zijn penalty shot, die was heel netjes van hem. In de bovenhoek? Ja, maar dat doet hij niet nog een keer hoor. Dat weet ik nu zeker dat hij dat niet nog een keer doet, maar ja, hij schoot hem heel mooi erin. Dat was voor mij de mooiste goal van de avond, veruit. Ja, uiteindelijk een fantastische wedstrijd. Met een beetje bluff bij de laatste penalty, toch? Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, hij legt hem mooi hoog met de verschijnbeweging in die hoek. Ja, precies, die van Marco bedoel jij. Ja, inderdaad. Hij wacht heel lang op het laatste remtie en schiet er van dichtbij recht omhoog. En ja, een fantastische goal. Oké, vertrouwen naar de toekomst toe? Ja, zeker. Dinsdag moeten we weer. En, ja, dit zijn toch echt de wedstrijden waar het om gaat. En ik vind dat wij dan ook onze beste hockey laten zien. Dus ja, ik kijk ernaar uit naar de komende paar weken. Oké, vrienden geworden met Tilburg? Nee, we zijn geen vrienden. Dat is vanaf de jeugd al niet. En natuurlijk, buiten ijs praat je met elkaar en dan doe je een biertje. En je komt elkaar tegen bij Oranje, maar ja, op het ijs zijn we zeker geen vrienden.